1336-0909. 1336. Als je dat nummer belt, dan krijg je hele leuke callcentermeisjes aan de telefoon. Die gaan je wat vragen stellen, persoonlijke informatie en een rekeningnummertje. En met dat rekeningnummertje ga je ons helpen. Kika heeft het geld hard nodig en je kan ons sponsoren per kilometer of voor een vast bedrag. Wij fietsen namelijk de hele nacht voor Kika en dat doen we niet alleen. Nee, hij is bij ons aangeschoven op de fiets. Hij is ondertussen extra kilometers aan het fietsen met ons samen. Thijs Zonneveld. Ja, mannen. Goeienacht, man. In een pakje van de pers. Ja, moet hè, lichting. Dat is niet voor niks. Oh nee, we gaan ineens harder fietsen natuurlijk. Ja. Waarom de pers? Nou, werkgever, hè. Je moet een beetje loyaal zijn aan je werkgever ook. Want ik hoor je net zeggen, je bent een jaar of vier geleden ben je van de fiets afgestapt. Ja. Ben je andere dingen gaan doen. Waarom? Nou, uiteindelijk een geval is je niet goed genoeg, denk ik, op de fiets. Zo simpel. Maar hoe goed was je? Waar heb je wel mee? Ik bedoel, we hadden met Michael boven in de telefoon. Ja, heb je wel dit is niet te vergelijken, jongens. Ik heb deze wel wedstrijden met Michael gereden, maar dit is echt niet te vergelijken. Hij is echt wereldtop en ik was een houtje touwtje wielrenner uiteindelijk. Jij was een beetje fiets op attack 2? Ja, precies. Maar valt het je nu dan zwaar? Heb je de afgelopen vier jaar helemaal niet meer gefietst of blijf je het wel voor de hobby nog doen? Nee, ik probeer het wel een beetje bij te houden. Ik probeer wel een beetje redelijk op niveau te blijven, zodat ik ook een beetje mee kan met trainingskampen en dat soort dingen. Uh-huh. En sowieso een beetje fit te blijven, maar het valt af en toe wel heel zwaar hoor. Het gaat alleen maar slechter. Ja, we zijn hier eigenlijk een beetje ook dankzij een stel jongens die 5500 kilometer gaan fietsen. Van de Noordkaap naar Athene. Mm-hmm. Wel eens zo lang gefietst? 5500? 5500. In 30 dagen, hè? Ja, in 30 dagen, maar toch. Volgens mij zijn er heel weinig echte renners die zoveel fietsen. Ik vind 200 kilometer per dag echt zeer ambitieus. Uh-huh. En ik ben echt benieuwd of ze dat halen. Ja. Je bent meestal, zeker als je in een groep fietst, zo sterk als je zwakste schakel. Dus, Is dat zo, ja? Je kan beter met z'n tweeën? Nou, kijk, je bent met z'n 15, hè. De kans dat er eentje ziek wordt of eentje niet meer ziet zitten of dat je 20 keer lek rijdt per dag is redelijk groot. Dus ja, daarnaast heb je natuurlijk ook wat voordeel dat je als je met z'n 15 bent dat je meer in de groep kunt fietsen. Maar ik zou het wel echt knap vinden als ze dat elke dag 200 kilometer volhouden. Hey Thijs, jij fietst even een paar kilometers met ons mee. Nog tips? Ik zie dat jouw zadel nog wel hoog staat. Dus daar zijn ze naar. Hey, trouwens even iets anders, want je bent hier nu aan het meefietsen. Je schrijft ook voor de persen van nu.nl. Ja. Heb je al een mooi artikel in je hoofd? Over Kika? Ja, en over de actie van vannacht. Dat zou zomaar kunnen. Ik heb vorig jaar een keer een column geschreven over snorren, die ook de Kika is overgenomen, waar iedereen een oranje snor. Ja. Dat was ook erg leuk. Ja, ik vind het. Ja, als je een goed doel als dit op de een of andere manier kan steunen, dan moet je dat zeker doen. Ah, te gek dat je bij me en jij thuis bij de radio, in de auto, onderweg voor het werk. Blijf ons ook steden. 099-1336 is de callcenter meisjes voor je klaar om geld in te zamelen voor Kika. Nou, als ik om me heen kijk, dan zit alleen maar een beetje mensen in de studio. Het uitzicht had beter kunnen zijn. Look around! Ja, we zijn ook live op 101 TV te zien. En voor de mensen die voor de televisie zitten, wordt voor mij heel zwaar op het moment. Maar je kunt zien hoe we hier met z'n allen, met een heel klein ijzerzaagje dat zojuist in de studio is gebracht, proberen het zadel kleiner te knippen. En zagen. Want het zadel is te hoog, waardoor ik al een uur lang pijn in mijn kont heb. Kun je toch nog zeggen dat je gefietst hebt zonder zadel, hè? Ja, precies. Dus, maar nu ben ik dus de hele tijd een soort van aan het berg beklimmen. Jongens, wat ik allemaal niet over heb voor het goede doel. Over het goede doel gesproken, voor je klaar. 0909-1336. De mensen in het callcenter. En we schakelen heel even over. Lukt. Ja, goeienacht. Hi man. Hallo. Ja, hoe is het daar? Ja, het is druk. De sms'jes en de telefoontjes die komen langzamerhand binnen. En het zijn er aardig wat aan het worden. Ze hebben onder andere Joeri 26 uit Apkoude heeft ooit meegedaan aan de Alpe d'Huez. Oh. Die heeft hij al gefietst en die sponsort €50. We hebben Chantal 31 uit Joure. Zij heeft haar vader verloren aan kanker. En die sponsort jullie gewoon 10 cent per kilometer. Wow. Dankjewel. Dus absoluut door blijven fietsen, mannen. En we hebben ook Mark uit Noordwijk. Hij is 44. Enorme wielerfanaat, moet ik zeggen. €15. Tof om op deze manier het goede doel te steunen. Ja, Mark, ik kan je vertellen, we zitten op hele mooie fietsen zo. Dit zit voor de echte wielerfreaks, Lucas. Ik zal even vertellen, hier zit een schakelsysteem op, dat werkt dan weer elektrisch. Oh, dat is goed. Er zit een batterijtje in de fiets, het is echt heel erg licht even de versnelling aanraken en hij zit zo binnenbad, buitenblad. Nou, ik kan je nog wat moois vertellen, want we hebben zometeen nog iemand die gaat echt flink in de buidel tasten voor jullie. Wow. Maar wat dat is, dat horen jullie zometeen. Ik ben benieuwd. Okay. We hebben hier met alle telefoon ook, hè? Ja, dat klopt. Peter de Jong hoorde ik. Peter de Jong hebben we aan de telefoon. Peter, hallo.
Hallo. Hey. Hi. Hoe zit jij erbij? Ik heb medelijden met Joey. Dankjewel Peter. Ja, ik heb ook een klein beetje medelijden met mezelf. Maar ja, als je, en dat klinkt dan toch weer heel cliché, maar als je weet waar je het voor doet, dan is het helemaal niks wat we aan het doen zijn. Ja, kindjes die ziek zijn, kindjes die kanker hebben en die er niet voor gekozen hebben. En wij hebben er wel voor gekozen om op die fiets te gaan. Ja. Zo is het, zo is het. Hé hey Peter, heb jij de website gevonden of heb je met callcenter gebeld? Ik heb de website gevonden. Ik heb 30 euro'tjes overgemaakt. Wauw, dat is dankjewel gaaf, man. Maar daar heb ik wel een voorwaarde aan vastgemaakt. Oh jee, wat moeten we doen? Ik doe dit broekje niet uit, hè. Dit was al erg genoeg dat ik het aan moest trekken, maar het gaat niet uit. Er hangt trouwens een druppel aan je neus, Wijnand. Gadverdamme. Ja, zweet, hè. Maar vertel. Nee, want het viel mij op dat... Kijk, Wijnand is natuurlijk een klein stukje groter en die fietst wat sneller. En toen dacht ik van, er is maar één manier om Joey iets sneller aan het fietsen te krijgen. Ja. En dat is één bepaalde plaat. Oh, mag ik even tussendoor, Peter? Er komt hier namelijk weer een zadel. Het zadel is een stuk door. Dank Ernst, dank Jordi. Er zijn net iemand snel mensen een zaag gaan halen. Oh, dat zit lekker. Oh, het zadel. Echt mensen, dankjewel. Peter, waar ga je me blij mee maken? Ik ga jou blij maken met één bepaalde plaat. Oh jee, en moet ik weten welke plaat dat is? Is dat iets wat bij mij past? Nou, dat denk ik wel, ja. Maar ik verwacht wel dat je door gaat fietsen vanaf dan. Oké, en ik wil graag weten of de plaat mij ook aanstaat. Ik bedoel, alles leuk en naar, hè. Maar welke is het, Peter? Nou, het is Loverboy. Working for the Weekend! Yay! Oh, dit is leuk, joh. Ach, ja. Dit heb ik ooit op een Amerikaans radiostation gehoord. En ook die DJ dat aankondigde, dat kunnen we niet. Dus laten we die plaat maar gewoon draaien. Loverboy op 3FM, Working for the Weekend. Ze deed hem op de Super Bowl en wat een voorstelling, zeg. Ach, ja. En het past dus ook wel bij de sport, fietsen, want dat doen we tot aan 4 uur. En dat doen we niet alleen. Thijs. Ik zie ook al wat druppeltjes. Thijs, jij hebt ervaring met fietsen. Je zit nu in de Joenijen, maar ervaring met fietsen en ik begin nu een beetje de bovenbenen te voelen. Wat moet ik doen? Normaal gesproken als je buiten fietst, dan is het een beetje staan zitten. Nog één keer? Staan zitten. Dus dan ga je af en toe even staan. Dat wat ik net deed. Ontlast je even een beetje je bovenbenen, iets meer je kuiten. Oh ja, ik voel het gelijk. Voel je hem? Oh ja. En dan weer zitten. Ervaren wielrenners. Hey, los van dat schrijven, wat je doet voor de pers, los van fietsen, wat je gedaan hebt. Ben jij ook, mag ik zeggen, die maloot die met dat idee van die berg kwam, hè? Ja. Ja, die maloot ben ik, ja. Ja, nou ja, met alle respect hoor, want je hebt me net een beetje overtuigd. Briljant idee. Even voor de mensen die denken, waar heb jij nou over? Er is een tijd geleden al iemand in het nieuws geweest. Die zei, er moet in Nederland een hele hoge berg komen. Een berg met een voet van 6 bij 6 kilometer. En Thijs, dat was jij. Ja. Had dat ook te maken met fietsen? Voor een deel wel. Ik ben ooit als wielrenner echt uit Nederland weggevlucht. Omdat ik hier een berg miste. Mm-hmm. Dus klimwedstrijden, trainen bergop. Toen ben ik destijds naar Frankrijk gevlucht, dus ik schreef nu eigenlijk een column. Het was eigenlijk een soort van grap, misschien een heel klein beetje meer dan dat, maar echt niet veel meer. En toen reageerde tot mijn verrassing gigantisch veel mensen op. En toen besefte ik wel dat ik nu in de positie was om misschien echt iets te organiseren. En dat heb ik gedaan. En als die berg er komt, wanneer moet die dan af zijn? Gewoon wilde gok. Ja, dat is echt, we praten over gigantische hoogtes en over gigantische oppervlaktes. Dat is echt ontzettend moeilijk te zeggen. We proberen het echt stukje voor stukje te nemen. Mm-hmm. We zijn nu bezig met een haalbaarheidsonderzoek dat volgend jaar, ongeveer volgend jaar of over anderhalf jaar af moet zijn. Maar even natte vingerwerk, Thijs. Droom. Ja, droom. Droom is dat we over 3 jaar kunnen beginnen. Okay, nou ja, goed. Nou, dan zou het dus zo zijn. Maar dat is echt een droom, hè? Maar stel over 10 jaar dat wij dan in ieder geval niet in die studio hier meer zitten om te fietsen voor Kika. Maar dat we dan op die berg fietsen. Want dat zijn we dus nog steeds aan het doen. Tot aan 4 uur fietsen. En dat doen we voor Kika, Joe. Ja. En als jij wil doneren, het wordt langzaam wat zwaarder naar bijna 1,5 uur fietsen. Als jij wil doneren, dan kan dat via 0909-1336. Je kunt naar de website gaan, 3fm.nl/fietsen. En een week of 2 geleden ben ik samen met wat jongens van Stichting Across Europe. Die ons heeft doen inspireren voor deze actie. Zijn we naar het Erasmus Kinderziekenhuis geweest, waar we verschillende mensen hebben gesproken, kindjes die ziek zijn. En dat is mooi, maar aan de andere kant is het ook gek. Is het zwaar, is het spannend, is het eng. Omdat het toch, je loopt in het ziekenhuis daar rond en je weet dat alle kindjes die daar zijn, die zijn ziek. Ja. En dat is de reden waarom we hier op de fiets zitten.
Want die kindjes horen niet ziek te zijn. En als je geld doneert, dan kunnen we onderzoek doen. Of dan kunnen de specialisten onderzoek doen. En dan kunnen we proberen om straks 100% te genezen. En een van de jongens die ik daar gesproken heb, dat was Angad. En er gebeurde iets heel moois tijdens dat interview. Dat ga je op de radio niet horen, maar dat vind ik wel leuk om even te vertellen. Angad die ligt in het ziekenhuis daar. Zijn moeder zat ernaast. En die jongen is normaal niet zo open. En tijdens de interview brak de jongen helemaal open. En zijn moeder zat er echt in tranen naast. En dat ga ik nooit meer vergeten. Mijn grote droom is om een Olympische zwemmer te worden. Bekend worden in de zwemwereld en gouden plakken winnen. Ik ben in het Erasmus kinderziekenhuis bij Angad. Angad is 15 jaar en ja, je bent ziek. Ja, ik heb acute lymfatische leukemie. Dat is een mondvol. Ja. En hoe kom je daar dan achter dat je het hebt? Ik ben erachter gekomen doordat ik gevallen ben op school. Ik heb mijn hoofd gestoten tegen de muur, waardoor ik een lange tijd hoofdpijn had. Toen zijn we naar de dokter gegaan. Toen dacht de dokter dat ik een bloedprop had. Maar dat was dus later niet het geval nadat ze een hoofdscan hebben gemaakt. Dus toen hebben ze gekeken wat het kon zijn. En toen hebben ze gekeken naar mijn bloed en naar mijn longen hebben ze ook gekeken. En toen hebben ze gezien dat er in het bloeduitslag wat mis was. En wat doet dat dan met je? Want je hebt een grote droom. Je hebt me net verteld dat je 5 dagen in de week sport. Omdat je een doel te behalen hebt. Dat valt dan even letterlijk in het water. Ja, dan ga je, denk je eerst naar van wat ga ik allemaal verliezen. Dus mijn haar. En het lichaam dat je dan zeg maar hebt. Wat verandert er aan je lichaam? Door de medicijnen krijg je dus dikke wangen van de prednison. Je wordt kaal. Een dikke buik krijg je van de prednison. Je lijkt eigenlijk een beetje op E.T. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nog wel mee vind vallen. Wat verandert dat nou in je leven op het moment dat je hoort dat je leukemie hebt? Nou, ten eerste ga je druk maken om wat er allemaal gaat veranderen in je leven. Bijvoorbeeld dat je niet naar school kan, veel in het ziekenhuis in en uit. En dan ga je dus bedenken van hoe dankbaar je eigenlijk moet zijn voor het leven. En dat je gezond was, of ja, dat je gezond weer wordt. Ja, en als je dan bijvoorbeeld bedacht dat 3 weken voordat ik dus ziek werd, stond ik in een footlocker moeilijk te doen om welke schoenen ik zou uitkiezen. En dan een paar dagen later krijg je dus te horen dat je leukemie hebt. En dan ga je druk maken om overleef ik dit of overleef ik het niet. Ja, ik ga het wel overleven. Over 2 jaar ben ik genezen. Ben ik gezond. En dan ga ik ook weer mijn leven oppakken. Maar dan zal ik me nooit meer druk maken om schoenen of zo. En dan ga je dus echt het leven waarderen. Ja. Wij gaan bij 3FM fietsen voor Kika. We gaan zoveel mogelijk kilometers proberen te fietsen in 3 uur. En iedere kilometer die we gaan fietsen, die vertegenwoordigt een bedrag. Wat zou jij nu tegen de luisteraar van 3FM willen zeggen om centen te doneren? Nou, ik zou ze in ieder geval bedanken als ze dat doen. Want u helpt veel kinderen ermee. En zoals we meer onderzoeken kunnen doen en zo, dat deze ziekte uit de wereld geholpen zou kunnen worden, zou dat iets heel moois zijn. Want er zijn zoveel mensen al hier aan gestorven. Ja, dat moeten we gewoon laag houden. En als we dat met geld kunnen doen, ja, stort alstublieft gewoon geld, zodat de kinderen die het nog erger hebben als ik, nog slechter, gewoon beter kunnen worden. Want ik word al beter en ja, daar ben ik hartstikke dankbaar voor. 0909-1336. 0909-1336. Dan kun je helpen geld inzamelen voor Kika. Bellen 0909-1336. Er is een callcenter team voor je klaar. Je neemt heel even wat gegevens op. Het is zo gepiept, jongens. En sponsor ons met onze kilometers. Dat geld gaat allemaal naar Kika.